Dit is GamersNET in 1 minuut van de week van 3 juni en dat is de week van de voorbeschouwing van de E3. As we speak zijn Tom en ik namelijk onderweg naar Los Angeles voor die prachtige beurs en ook het eerste E3 nieuws druppelt binnen. Want het hoge woord is eruit. De Xbox One moet verplicht 1 keer per dag online zijn straks. En onze 24-held Kiefer Sutherland wordt de nieuwe Solid Snake. En daar was in 1 keer de aankondiging van Fable Anniversary, wat een remake is van zowel Fable 1 als The Lost Chapters. Maar ook de eerste E3 trailers zijn binnengedruppeld. Allereerst Saints Row 4. En ook Wolfenstein de Nieuwe Orde heeft een E3 trailer gekregen. Tot slot hebben we natuurlijk onze game van de week. Dat kan niet anders zijn dan The Last of Us. Volgens reviewer Leon zelfs misschien wel de game van deze generatie. En dat is te zien in onze videoreview. Joel, omdat ze goede vrienden met hem is. Nee, Joel moet een taak doen om zijn wapens terug te krijgen. Dan maken wij ons op voor een weekje vol drukte, vol E3. Volg dat alles hier en vergeet tot die tijd ook niet onze E3 voorbeschouwing te bekijken.